We komen aan in Nijmegen en nemen een kijkje bij een basisschool met een duidelijke kernwaarde. We hebben één kernwaarde op school, dat is respect. Dus wij vinden het belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar, met ons als leerkrachten en directeur, met de omgeving omgaan. En dat is het allerbelangrijkste. Basisschool De Wingerd is een reguliere basisschool in de wijk Lindeholt, Nijmegen. Een school die rust en structuur biedt, van daaruit werkt. Het belangrijk vindt dat kinderen heel goed leren lezen, rekenen en de taal beheersen, zodat kinderen goed verder kunnen op de middelbare school. Wat we extra doen is ontzettend veel promoten dat lezen leuk is en dat kinderen daar plezier aan beleven en blijven beleven. Dus we draaien hele mooie projecten. Bijvoorbeeld in de groepen 5-6 project Score een boek samen met de voetbalclub NEC. En voor de groepen 7-8 hebben we een prachtig project. De schoolschrijver, waarbij een kinderboekenschrijver een half jaar lang les geeft in de groepen. Met de passie en enthousiasme die zij heeft in haar vak krijgen we kinderen massaal aan het lezen. Lezen is een vliegwiel wat betreft leren. Dus als lezen lukt en kinderen blijven lezen, leren ze woorden begrijpen. Lezen is cruciaal om goed te kunnen presteren op school. Plezier aan lezen hangt vooral samen met dat je vaardig bent in lezen. Dus daarom is het zo belangrijk dat echt alle kinderen het technisch lezen goed beheersen. Want als het daar al iets misgaat, dan ga je geen plezier beleven aan lezen. Als dat stuk in orde is, dan is er voor ieder kind een boek te vinden dat bij je past. De een leest graag fictie, de ander leest graag fantasie, de ander leest graag informatieve boeken. Er is altijd wat te vinden. En wat we hier zien is een vorm van bewegend leren, een rekencircuit. Er zijn verschillende rekenoefeningen uitgezet. Kinderen gaan daarbij heel veel sommen herhalen met bewegen en beleven daar veel plezier aan. Ik ben trots op het team en dat wij een school zijn die niet meewaait met alle winden. We geven gewoon goed les en we hebben een team dat gretig is en bereid is om daarin altijd nog beter te willen worden. We stellen ook als een kind niet goed leert, hebben wij niet goed les gegeven.